hele gebouw staat klaar voor ons. Dit is World on Tour, jongens. Hoe moet je hem raken? Gewoon in het hart. Tijdens de journey besef ik me steeds beter hoe belangrijk het is dat je gewoon continu blijft opdagen. Dat je consistent op de baan weet te trainen, doelgericht weet te trainen en aan de slag gaat met je spel. Want als er periodes zijn, zeker richting die 3, waarin je even niet traint, dan ga je dat merken tijdens de toernooi. En in deze periode heb ik zeker dan ook wel getraind en zoals je hier ziet was mijn voorhand on fire. Ik heb er ook echt wel veel aan gewerkt om die voorhand explosiever te kunnen gaan slaan, harder te kunnen gaan slaan, maar wat vooral de crux was, was het beter bewegen. Met ruimte tussen mij en de bal gaan slaan en heel ontspannen, versnellen en hier en daar dus ook een goede dropshot kunnen slaan. Ik speel hier een oefensetje tegen een maat van me, Luca, die normaal mij de laatste paar jaren van de baan wist te slaan. Hij was hier zelf bijvoorbeeld niet helemaal goed voorbereid. Hij had niet zoveel ritme opgedaan als ik. Maar zoals je linksboven kan zien, heb ik de score weten bij te houden. En het gaat allemaal automatisch via Swing Vision. En reageer onder deze post als jij een linkje wil van Tennis World om daar ook korting op te krijgen en gebruik te maken van deze app. Want daarin support je ook ons. Ik krijg namelijk een bepaalde fee terug als jullie gebruik gaan maken van Swing Vision via mijn linkje. En op dit punt wist ik gewoon zeker dat ik met een dropshotje wilde afmaken en deze was extreem kort. Maar om explosief te zijn moet ik ook echt blijven opdagen in de gym. En dat doe ik nog steeds met een maatje van mijn Wessel die ook strength and conditioning coach is. En is dat toch echt wel de uitdaging om en veel te trainen op de baan en veel te trainen in de gym en ziek veel stappen te maken met Tennis World. Maar gelukkig gaat het goed en heb ik mensen om me heen die me helpen om alles nog sterker neer te zetten, waaronder Tim. Zo, nieuw kantoor, hele gebouw staat klaar voor ons. Tennis World on Tour, jongens. Oh. Yo, maar ik zie er heel gevaarlijk uit, man. Niveau 7, incoming. Dat wanneer je zo speelt, zeg. Hey, je moet naar die voorhand. Naar die voorhand vind je echt zo. Yo, Tim, zeg eens wat. Yo, kun je me horen? Jongen, hoe is het dan? Tok, 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 tok. Ja, goed hoor. Oh, nee, kut, dat mag niet zeggen. 10 push-ups. Ja, push-ups, 10 push-ups. Hup. Kijk, zo word je opgeleid. Geen prijs, maar progressie. Zo, heel goed. Maar hoe is het nou? Ja, matig. Dat is 20 push-ups. Nee, gewoon. Je had gespeeld, hè, hier? Gisteren. Ik had gespeeld gisteren, was niet best. En jij zei tegen mij van, wij moeten gaan trainen. Wij moeten zeker gaan trainen, ja. We zien er wel heel cool uit, trouwens. Ja, dat petje. Ik heb zo geen pet hoofd, joh. Wat sta jij actueel? Volgens mij 9.1 of zo. Ja, precies. Je wilt naar... Ja, ik wil wel onder de 8. Onder de 8 komen? Ja. 7 komen nog wat aan. Ja. Okay, dit jaar nog. Dit jaar nog? Ja, dit jaar. Wow, dat wordt even vlammen. Ja, op. Waar gaan we voor? We gaan voor goud. Nee. Kom aan dan! En voor progressie natuurlijk. Even iets rustiger, hè. Nou, Tim en ik gingen dus een wedstrijd tegen elkaar doen waarbij ik met rechts ging spelen. En het was heel erg goed voor mij om dit te ervaren. Omdat ik me ook echt gewoon een 9 speler voelde die dus wat minder goed kan tennissen. En het is een leuk potje geweest en dit gaan we dus ook delen op YouTube. Dus abonneer je om niets te missen. Ah, slordig. En tot nu toe is mijn tactiek gewoon die bal geven aan hem. Speel maar die bal in. Dat doet hij tot nu toe niet. Maar coach, gaan we nu ook even aan de bak, of niet? We gaan nu zeker aan de bak, ja. Top. En jullie ook, zag je dat? Ja, ik zag het, ja.
En dit is voor rare gravelbanen trouwens. Het is heel lang geleden dat ik met Jeroen op de baan ben geweest. Misschien wel een jaar geleden en dat was echt veel te lang. Vorig jaar natuurlijk super intensief met elkaar op de baan gestaan. Vaak dingen gedeeld. Nu was het af en toe online, wat ook heel goed helpt. En ook de manier is hoe ik mensen veel help met online coaching. En hier zijn we echt weer gaan inzoomen op het spel wat ik zou moeten spelen binnen mijn speltype. Zijn we eerst gewoon even wat in gaan spelen. Hebben we deze dag ook een podcast opgenomen. Dus die podcast met Jeroen gaat nog online komen. Maar die wil je dus ook niet missen, dus abonneer je. Ik ga dat nog een paar keer zeggen in deze video, zolang ik zie dat 80% niet geabonneerd is. Maar we gingen dus vooral ook inzoomen op de slice. En de slice, ja, waarom hebben we daarvoor gekozen? Omdat ik een aardige slice heb met mijn backhand kant. Maar daarmee ook de dropshot bijvoorbeeld toe zou kunnen voegen ter camouflage. Dus dat je niet ziet of er een slice aankomt of een dropshot. Nou, dat was de opdracht die ik kreeg, waarbij we dat steeds meer zijn gaan uitbouwen. Want wat nou als je dan een slice gaat spelen, de ene keer komt er een dropshot, of daarna loop je eens een keer door naar je slice, als die dan echt laag is. Dan zou die hier lager zijn, moeten zijn dan dat ik hier liet zien. Maar dan ga je echt lastig krijgen als dat natuurlijk heel goed gaat. Stel ik loop de ene keer op en je weet niet meer wat je moet verwachten, blijf ik dan weer staan. Dus daar heb ik lekker op getraind omdat er ook toernooien aankwamen. Ik had toernooien, twee toernooien staan in Amsterdam, bij De Meer en bij VVGA. En daar wilde ik natuurlijk goed gaan presteren. En op deze manier, door met Jeroen te trainen, maar ook nog heel veel andere sessies gedaan te hebben met vrienden of met andere jongens, was mijn voorbereiding daar en had ik er zin in om te gaan vlammen tijdens die toernooi. De service is ook een element wat gewoon altijd erbij moet worden gepakt naar mijn mening. Ook als ik training geef, dan pakken we eigenlijk altijd wel die service erbij. En zoals als je de journey natuurlijk al een tijdje volgt, is dat een onderdeel wat voor mij wat lastiger is, maar die gaat steeds beter. Ugh. Ja, dit is het weer. Al de hele dag. Niet. Echt waar. Moet je kijken, wat een piek. Jee. En moet je kijken wie daar zitten. Wow. En gewoon afspreken om vrij te spelen. Kijk, ja. Laten we vrij spelen. Ik wilde me tijdens het toernooi gewoon focussen op mijn spel en niet veel bezig zijn met de camera of het vragen aan mijn tegenstander of ik kon filmen. Ik wilde gewoon focus hebben. En de eerste pot moest ik tegen Erno, ook tegen gedubbeld. En helaas in 3, ja, toch wel spannende sets, ook die laatste set, helaas verloren. Week later mocht ik tegen Stan, goede spelen, wat echt een beetje hetzelfde spel. Ik was dan alleen iets aanvallender. En dan heb ik uiteindelijk echt die tweede en die derde set heel steady gespeeld. Met heel veel controle, goed voetenwerk. En kon ik uiteindelijk die wedstrijd echt naar me toe trekken. Nou, daarna mocht ik gelijk een halve finale tegen Baltus. En die was echt gewoon een maatje te groot voor mij. Die speelde gewoon alles. Die bewoog beter, die serveerde beter. Die was sterker in de rally. Ja, en ik kwam gewoon niet aan te pas. In het begin demotiveerde het me eigenlijk dat hij me zo van de baan had geslagen, maar na een tijdje dan komt toch altijd wel dat gevoel van oké, let's go, we gaan er weer aan bouwen. En motiveerde het me dus eigenlijk alleen maar meer om weer door te pakken. Maar ja, toch was ik even geïrriteerd dat ik had verloren, dus ging ik een andere sport doen. Hoe wil je me raken? Vol in het hart. Gewoon dwars er doorheen.
Lang halen, lang halen. Langer. Niet kort. Juist. Nou, ik denk dat dit de beste was. Salut! Ja, salut! Lekker! Kom on! Lekker man! Nakijken, belangrijk hè? Even tussendoor, eerste reactie. Ja, ik ben niet tevreden. Ik wil gewoon... Wat moet er beter? Nog meer ontspannen en iets meer onder die bal gaan. Oké. Ontspannen. Ga moet recht. Lekker man. Kom aan. Ja. Van een beetje golven en praatjes hebben komt geen progressie. We moeten door. We moeten trainen en dat doen we dan ook tijdens de community clinics met leden uit het progressieprogramma. Waarin we dit keer voor het eerst het door de week hebben georganiseerd. En deze 5 mensen kwamen opdagen op de dinsdagavond. Waarbij we zijn gaan trainen op controle en anticipatie. En dat begon gewoon met wat oefeningen in de warming-up. Die doen we altijd bij Tennis World. Met wat gooien en vang en reageren en coördinatieoefeningen. En dit is bijvoorbeeld Jaap, die volgt ook de coaching bij mij. Waarbij het natuurlijk nuttig is dat je elkaar dan af en toe ook nog echt op de baan ziet. En het grootste onderdeel wat mensen mee mogen nemen, en jij dus ook, is dat je vooral bezig gaat zijn met beter kijken en beter bewegen. Dan per se alleen maar beter slaan. Want we zijn als amateur misschien wel veel te veel geobsedeerd met hoe je het racket vast moet houden en hoe je moet zwaaien. Maar zorg er nou voor met tennis dat je de bal goed ziet en dat je goed beweegt naar de bal en dan ben je al heel erg ver. Er is geen speler die verder komt dan niveau 5 die dat niet goed op orde heeft. Die bijvoorbeeld slecht beweegt of slecht ziet, maar bijvoorbeeld hele goede slagen heeft, dan rek je het gewoon niet mee om naar een hoog niveau te gaan. Wil je hier nou ook aan meedoen? Dan kan je hieronder even aan doen. Vamos!